Vrijspraak voor de directie van Chemiepak. Volgens het gerechtshof in Den Bosch is de bedrijfsleiding niet schuldig aan de allesverwoestende brand van 5 jaar geleden. Januari 2011. Metershoge vlammen en dikke rookwolken bij Chemiepak in Moerdijk. Het vuur ontstond toen een medewerker met een gasbrander een bevroren leiding probeerde te ontdooien. Chemiepak is volgens het hof wel erg onvoorzichtig geweest. Maar de directie hoeft daarvoor dus niet naar de gevangenis. Wel zijn taakstraffen uitgedeeld en Chemiepak moet een boete van meer dan 7 ton betalen. We gaan naar verslaggever Koen Wijn bij het gerechtshof in Den Bosch. Want Koen, er was 4 jaar cel geëist. Hoe komt het hof tot vrijspraak? Nou, je hebt aan de ene kant heb je schuldigheid voor brandstichting. En aan de andere kant heb je de schuld voor het overtreden van milieueisen. Nou, die brandstichting die is dus niet bewezen volgens het hof. En daarom valt die straf lager uit. Daarentegen de schuld voor het overtreden van de milieueisen, dat is wel overtreden. En daarom dus een taakstraf voor de 3. Was de opluchting groot bij de directie? Ja, je zag ook in de rechtszaal dat ze elkaar naar de vrijspraak in de armen knepen. Ze vlogen elkaar bijna in de armen, maar dat kan natuurlijk niet in de rechtszaal. Maar de advocaat, Ronald Drent, is zeker opgelucht. Ik ben heel erg blij dat met name het grote verschil met de rechtbankuitspraak is dat het Hof zegt, de brand is niet verantwoordelijkheid van mijn cliënt Gerard Spiering, maar ook niet van de andere 2. En dat, wat ik zei, dat is een opsteker. Maar dus wel een boete, Koen, van meer dan 7 ton. Wie gaat dat betalen? Nou ja, het bedrijf Chemiepak is natuurlijk failliet. Dus deze boete die komt bij de curator terecht. En de vraag is nog maar of die betaald kan worden. Nou, advocaat Drent die zei tegen mij, ik heb het idee dat dit vooral een symbolische boete is. En of die betaald kan worden, ja, dat is de vraag. We zijn nu 5 jaar na de brand. Dit was een hoge beroepszaak. Is het nu klaar? Nou, ze hebben nog wel de mogelijkheid om in cassatie te gaan. Dat betekent eigenlijk dat er wordt gekeken of het recht goed is toegepast. Dat kan het Openbaar Ministerie zowel doen als de verdediging. De vraag is of ze dat gaan doen. Binnen 14 dagen moet dat duidelijk zijn. Koen in Den Bosch, dankjewel.